Suriname staat bekend om zijn natuurreservaten en mooie liederen. Muziek en zang moeten daarom volgens de DNA-lid Rushana Ilahi-Baks van de NDP gestimuleerd worden op de scholen. Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen maandag heeft het lid verder de aandacht van de minister van Onderwijs gevraagd voor het hoog verzuim van de leerkrachten. Ook vroeg zij om ouderbijeenkomsten en rapportbesprekingen in de middag plaats te laten vinden om vroege sluiting van de scholen te voorkomen. Ilahi-Baks pleitte ook voor de ontwikkeling van het onderwijs in het binnenland. We willen ontwikkeling brengen naar het binnenland, maar er is een tekort aan volledig bevoegde krachten. Hoe zal de minister dit probleem oplossen? De afstanden die de leerlingen moeten afleggen zijn ook veel te groot. Dan zal ik het nu even niet hebben over de afstanden die de leerlingen moeten afleggen die in Sipaliwini wonen. Want daarover hoef je helemaal niet te praten. Het is veel te erg. Die afstanden zijn veel te groot. De kinderen worden moe. Als je nu kijkt naar de afstanden bijvoorbeeld van Brokopondo. De kinderen moeten 4 uur in de ochtend opstaan. Om op tijd op school te zijn in Paramaribo. Ze raken sneller vermoeid. Ze kunnen de lessen niet meer volgen. Hoe wil je dan dat zo'n leerling topprestaties levert? Het lid Wendel Assadang van de NDP-fractie ondersteunde Ilahi-Baks in haar betoog inzake de ontwikkeling van het onderwijs. Hij gaf aan dat educatie belangrijk is voor een natie en dat de regering ervoor moet zorgen dat een ieder zich kan ontwikkelen. En als onze kinderen in zo'n situatie terechtkomen om elke ochtend, omdat ze onderwijs willen genieten, de bus moeten pakken naar de stad. We weten het, we zijn sterk daar in het achterland. We traceren dat, maar graag via u, voorzitter. Laat de regering daar naar kijken om die faciliteiten naar de mensen te brengen. Dat is ontwikkeling. In plaats dat de mensen naar die ontwikkeling toe komen, het is een taak van de overheid om ontwikkeling te brengen naar de mensen toe. DNA-lid Wendel Assadang. Hij sprak afgelopen maandag bij de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2017.